In de bibliotheek in de Korenbeurs was er afgelopen donderdag weer een literair café. Dit literair café wordt georganiseerd door het in 2016 opgerichte literair gezelschap Schiedam en de bibliotheek Schiedam. Dit keer was Tom Lanoye te gast. Hij is zowel in Nederland als in zijn vaderland België naast zijn schrijverschap ook bekend van zijn werk voor radio en tv. In Schiedam verzorgde hij in de bibliotheek een inspirerende literaire avond. We zijn vandaag in de, ik denk in de Korenbeurs. Dit is een fantastisch gebouw. Met dit alleen al, denk ik, zou ik willen meenemen. Dit is een luster, hè, zeggen wij dan. Ik weet niet hoe jullie dat zeggen, luchter ongetwijfeld. In goed België zit dat een luster. En die is gemaakt van jeneverglaasjes. Mooi historisch gebouw. Waar boeken perfect in thuis horen. Ik voel me heel erg op mijn plek hier. En ook optredens. Dus het is duidelijk een atrium waar je dan in kunt optreden. Het is een half theater ook. Nou, dit is me. Eigenlijk ben ik zonder het te weten, ben ik een geboren Schiedammer, denk ik. Ja? Die half in Antwerpen en met één dikke teen in Schiedam eigenlijk. Heel zijn leven al woont zonder het te weten. Ik kom hier vanavond op vraag van een literair genootschap en ik kom voorlezen uit mijn oeuvre, zoals ik dat al 40 jaar doe. En natuurlijk wel gebaseerd voor een groot stuk op het onderwerp van de Boekenweek in Nederland. De Boekenweek in Nederland die ik zeer bewonder. Ik ga toch wel vooral uit één boek voorlezen, Sprakeloos heet dat boek. Het is een roman, autobiografische roman. Over die geweldige moeder van me, die amateuractrice was. En moeder van me en de vrouw van mijn vader. En dat wil zeggen, mijn vader was een slager. Dus hij werkte in die slagerswinkel. Dat is een heel belangrijk boek voor me. Mijn moeder heeft afasie gekregen. Na een beroerte haar taal verloren. Terwijl ze amateuractrice was. Dus dat is een... dat past wel perfect in de moeder, de vrouw. Het onderwerp van het boekenweekthema. Ik zal ook uit andere boeken van me, romans zoals Zuivering of Het Derde Huwelijk, voorlezen. En wat mensen maar willen. Ik zal alle vragen beantwoorden. Waarschijnlijk totaal onbevredigend, maar mensen mogen me vragen wat ze willen. En dan leg ik iets uit. Voor mij gaat literair over de letteren. En de letteren zijn eigenlijk een synoniem voor alles wat met taal te maken heeft. En taal heeft te maken met verhalen vertellen, op welke manier dan ook. En poëzie, en toneel, in columns, in romans, in verhalen. Dus het wonder, het geweldige wonder van de taal. Kijk, zonder taal kan je niet nadenken. Ik ben nog nooit in Schiedam geweest en ik heb nu tegen iedereen, want ik logeer in het Geneverhuis of zoiets, naast die geweldige mooie kerk. Blijkbaar wat dan de oude haven of zo is, of vlakbij de bibliotheek. Ik heb de bibliotheek nog nooit gezien. Dit zeg ik niet overal, dit is niet om te slijmen. Dit moet een van de mooiste bibliotheken zijn ter wereld. Ja. Waarschijnlijk is mijn indruk van Schiedam overdreven positief, want het was mooi dramatisch weer ook nog vandaag. Ik ben gewandeld naar uw grote markt, die wel een beetje klein is, maar die er fantastisch schilderachtig uitzag. Ik heb lekker gegeten bij Chic, laat ik dan maar zeggen, hoe lekker dat het daar was. Dus ik ben niet buiten het centrum geweest, maar ik wil nog heel veel weten van Schiedam. Ik ben getrouwd met een Nederlander. Zijn vader, onze Daan komt uit Rotterdam, eigenlijk uit Zwijndrecht, Rotterdam. En die had mij voorspeld, ja, Schiedam, daar ga je wel van opkijken. En ik moet hem gelijk geven. Dus ik ben misschien iets te nu, maar ik ben heel positief ingesteld en verrast door Schiedam. Ik ga, als ik nog vrienden uit Zuid-Afrika krijg, waar ik een aantal maanden per jaar woon, dan breng ik ze mee naar Schiedam. Dit is zonder de horden en de horden toeristen die andere Nederlandse schilderachtige steden onmogelijk maken, is dit echt een ontdekking voor me. Lees een boek. Geweldig. Literatuur.